Wil je terras in je tuin reinigen? Je auto of fiets wassen? Of die draplaag van je verder perfecte tuinmeubel spuiten? Dan is een hoge drukreiniger geen overbodige luxe. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je je nou niet elke dag bezighoudt met hoge drukreinigers. En daarom heb ik dat voor je gedaan. En in deze video ga ik je helpen als je er eentje wil aanschaffen. Hoge drukreinigers kun je kopen van 60 tot boven de 1000 euro. Het verschil zit hem in een aantal dingen. Zo is het materiaal waar de duurdere modellen van gemaakt zijn een stuk steviger en zwaarder dan zijn lichtere modellen. En die lichtere modellen, die hebben weer een veel lagere druk dan zijn grotere broertjes. Evenals de hoeveelheid water waar die per uur mee kan spuiten. En de duurdere modellen, die hebben over het algemeen een stuk meer accessoires beschikbaar. Goedkope hoge drukreinigers zijn niet per definitie slecht. Ze zijn slechts bedoeld voor mensen die denken dat ze hun hoge drukreiniger 1 of 2 keer per jaar gaan gebruiken. Over het algemeen gaan ze wel wat minder lang mee dan de duurdere modellen. Maar er is ook een voordeel. Ze zijn klein, dus ze zijn makkelijk op te bergen. De kracht waarmee het water uit de hoge drukreiniger wordt geperst, wordt uitgedrukt in bar. Hoe hoger de bar, hoe krachtiger de straal is. En nou zijn hoge drukreinigers van 70 tot 160 bar. En dat is een flinke druk. Zo. Het is niet per se gezegd dat een hogere druk een schoner resultaat oplevert. Dat heeft namelijk ook te maken met de wateropbrengst. Stel, je hebt 2 hoge drukreinigers, beide van 140 bar. En de ene die heeft een wateropbrengst van 400 liter water per uur. En de ander heeft een wateropbrengst van 550 liter water per uur. Dan heeft die tweede een hoger reinigend vermogen. Als je een hoge drukreiniger koopt met weinig bar en een lage wateropbrengst, dan wil dat helemaal niet zeggen dat je daar niet net zo'n schone resultaten mee krijgt als met een krachtiger model. Het enige verschil, je doet er even wat langer over. Net als bij de afwas wil het schoonmaken niet altijd even goed lukken met koud water. Nou, dan zet je de warmwaterkraan open en dan gaat het een stuk makkelijker. Dat zou je ook wel willen bij een hoge drukreiniger als je sterk vervuilde oppervlakte wilt gaan schoonmaken. Moet je wel even opletten, want niet elke hoge drukreiniger is geschikt voor hoge temperaturen. Een van de belangrijkste dingen die je moet beslissen als je een hoge drukreiniger gaat aanschaffen is: welke accessoires wil ik erbij? Nou, een van de handigste accessoires is misschien wel deze patio reiniger. Hiermee kan je je terras schoon spuiten. En het handige hiervan is dat je geen opspattend water hebt en je gewoon schone kleren houdt. Wil je nou nog hogere druk uitoefenen met je hoge drukspuit om bijvoorbeeld hardnekkig vuil weg te spuiten? Dan is er een hele handige accessoire, namelijk de vuilfrees. Dit is een kop met een hele kleine opening, waardoor al het water met een nog grotere kracht hieruit wordt gespoten. En moet je maar eens opletten wat voor kracht dit oplevert. Oh, en let wel even op, gebruik deze vuilfrees alsjeblieft niet bij je fiets, want je ziet het lak er afspatten waar je bij staat. Voor de auto heb je weer een andere accessoire, namelijk de opzetborstel. Zo kun je veilig en makkelijk je auto poetsen. Moet je dan wel eerst zelf je auto instoppen? Nou nee, ook dat hoeft niet per se. Hoge drukreinigers hebben daar meerdere oplossingen voor. Eentje daarvan is dat je een flesje met sop in de lans kan aanbrengen. Want het leuke is dat er nu water wordt gemengd met het sop. Kijk maar. Een andere oplossing is dat er in de hoge drukreiniger zelf nog een reservoirtje is ingebouwd waar je zeepsop in kan aanbrengen. En een andere oplossing is nog dat er een buisje is aangebracht aan de hoge drukreiniger en dat de opzuigkop in een bak moet vol met zeepsop en dan dat sop wordt opgezogen. Onderschat de kracht van zo'n hoge drukspuit niet. Als je bezig bent kunnen er constant overal deeltjes op vliegen. Hou daarom vooral kinderen goed uit de buurt. En trek oude kleren aan. Thank you.
klaar bent met de sessie. Laat dan al het water uit de lans lopen en ook uit de hoge drukreiniger en berg hem op een droge plek waar het niet kan vriezen. Want alleen zo kan je de levensduur van het apparaat verlengen. Het uitzoeken van een hoge drukreiniger is dus niet heel ingewikkeld. De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is: hoe vaak denk ik hem te gaan gebruiken? Is dat 1 of 2 keer per jaar? Dan heb je helemaal geen hoge drukreiniger nodig met een hoge druk en met een hoge wateropbrengst. Nee, dan ben je voor onder de €160 al klaar. Denk je hem wekelijks te gaan gebruiken? Dan bespaar je jezelf een hoop tijd door een model te kiezen van minstens 140 bar en een wateropbrengst van 550 liter per uur. Over het algemeen gaan die modellen ook langer mee. En waarschijnlijk wil je een hoge drukreiniger aanschaffen voor een specifieke taak. Zorg er dan voor dat jouw model de juiste accessoires aan boord heeft die voor jouw doeleinden handig zijn. Heel veel succes!